Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. Ik ben ook de auteur van mijn vriend Spider-Man, Superhelden Geeks en Fancultuur en een enorme Marvel fan. En op dit moment ben ik dit boek aan het lezen, Menchetti en Tardy. De integrale daarvan, daar heb ik laatst al een vlog over gemaakt toen ik het boek in de post binnenkreeg. En dat is wel leuk, want Tardy begint een beetje een rode draad te worden in de vlogs van dit jaar. Omdat ik ook al over Isabelle Avondrood een vlog heb gemaakt. En ik ben het aan het lezen met heel veel plezier. Dat zijn misdaadverhalen. En ik kom deze plaat kom ik tegen. In het tweede verhaal. En het tweede verhaal heet Kleine West Coast Blues. En daar zien we een huurmoordenaar Marvel comic lezen. Een Franse Marvel comic. De man was verdiept in een stripmaandblad met de avonturen van Captain Marvel, de onverschrokken Daredevil, Spider-Man en anderen. Op zijn gezicht volgden emoties elkaar op. Hij leefde enorm mee. Ik vind sowieso die feitelijke beschrijving vind ik heel grappig. In deze misdaadroman, want het staat vol met dat soort dingen. Maar dit is dus Tardy, de Franse striptekenaar, die Marvel-helden tekent. Spider-Man zien we hier. En dan zien we Dr. Octopus, Iron Man, Thor en dan Daredevil. Of zijn interpretatie van Daredevil. En ik vind het echt onwijs grappig. En ik denk dat het hier achter de Sandman dan nog moet voorstellen met dit met dingetje ervoor. Het is namelijk, die comics in het Frans heten Strange of Stranger, denk ik. En er staat ook Le Journal de Spider-Man. En dan nog iets met Marvel. En zo heette die dingen ook inderdaad. Toedertijd in ieder geval. Dan ben ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd in Spider-Man. Maar heb me vooral verdiept tot nu toe in hoe Spider-Man in het Nederlands werd uitgegeven. En natuurlijk gewoon in Amerika. En Marvel UK. Maar met de Franse markt en de Duitse markt heb ik me nog niet zoveel bemoeid. Ik zie dat wel eens op Instagram voorbij komen. Strange was dus de titel van de Marvel comics in het Frans. En zo ziet het er dus uit. Marvel helden door Tardy. Dat vond ik al sowieso heel erg leuk om een vlog over te maken. Maar de plot thickens, SDC. Want onzezelfde huurmoordenaar leest namelijk later een comic die Spider-Man heet. Met een figuur die helemaal niet op Spider-Man lijkt. En dan ook in zijn gedachten opduikt. Eigenlijk in de strip. Want zo ziet dan die zogenaamde Spider-Man eruit. En die vliegt dan weg. Maar wat is nou het mysterie? Het is nogal verwarrend namelijk. Laten we eens kijken naar deze eerste plaat. Op de vloer vond hij een strip van Spider-Man. Niet te verwarren met The Spider, wiens avonturen verschenen in Strange. Maar we hebben net Strange gezien. En dat zijn de Marvel-helden. Daar staat helemaal de Spider niet in, maar Spider-Man. Met een koppelteken tussen Spider en Man. Zoals Stan Lee altijd wil dat je het schrijft. Maar deze Spider-Man is eigenlijk de Spider. En de introductie daarvan wordt dan hier gegeven, voordat hij een bestrijder van onrecht en een genadeloze werker werd. Dat zal wel een wreker moeten zijn. Ik denk dat dat een foutje is van de letteraar. Heerste Spider-Man jarenlang als een ware misdaadkoning over de onderwereld van de Verenigde Staten. Spider-Man ontwikkelde zelf de geniale uitrusting waarmee hij tegen elke bende criminelen kan opnemen. De menselijke spin heeft zich daarmee ook verzekerd van de medewerking van twee geleerden, de professor Pelham en Erich Stein. Daardoor beschikt hij over technische mogelijkheden die de menselijke geest nauwelijks kan bevroeden. Ja nou, zegt hij. En dan vliegt hij weg. En ik heb even wat research gedaan. Deze Spider-Man heet eigenlijk de Spider. En het verhaal klopt verder wel, maar dat is een personage wat voor het eerst werd gepubliceerd in een Engels jeugdblad in de jaren 60. Lion heette dat. En hoewel het personage de Spider heet, werd het in Frankrijk met die comic vertaald als Spider-Man, zonder koppelteken. En waarom, weet ik niet. Dat heeft er misschien mee te maken dat ze dachten, Spider-Man is erg populair, dus we surfen daarop mee, op die populariteit. Maar dat is dus heel verwarrend. Vooral als je dus deze ballon leest. Want ik denk, ja, zo ziet Spider-Man er helemaal niet uit. Dus ik denk, of er is een foutje gemaakt, of de uitgaven werden uiteindelijk ook in Strange
opgenomen, waar ook die Marvel strips in zaten, die je dus eerder zag. Dat zou ook kunnen, maar het is in ieder geval behoorlijk verwarrend, de Spider of Spider-Man. Maar zoals je ziet, is deze Spider dus heel wat anders dan Spider-Man. En ook een heel ander personage is dat trouwens. Voor de rest heb ik heel weinig gelezen van de Spider, behalve dan wat ik hier zie. Maar als jullie daar meer informatie over hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Want ik ben wel geïnteresseerd in dat soort dingen. Anyway, dat wou ik jullie even laten zien. Jacques Tardy, die Marvel-helden, tekent. Mijn geliefde Marvel-helden. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende. Die is morgen al, want het is augustus en dan vlog ik elke dag.